Ha ha ha, check check, 1-2, hey, 1-2. Oh, die is mooi. Hey, die is mooi, hè? Oh, die is mooi. Ja, die is nieuw. Die is nieuw? Ja, helemaal nieuw. Oh. Zo, even kijken of er iemand is. Jullie zaten netjes te wachten daar. Ja. What the funk. What the funk. Hey, kom lekker binnen. Ja, is goed. Goedemorgen. Hebben jullie zin in? Yo. Ja. Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt. Ik ben Hugo voor Popsport en ik ben vandaag in Utrecht bij Kuitopia. Hey! En Jelle First komt eraan. Ik ben even een introductiepraatje aan het houden. Klopt, ik heb het verstoord. Nee, jij komt het juist verrijken. Ja, heb je er zin in vandaag? Ja, ik heb er zin in. Ja? Ja, dat is vertraging, want dan ben ik later. Vertraging? Oh, maar volgens mij maar 5 minuten. Ik mezelf. En rappers zijn altijd te laat, toch? Nee, ik ben altijd. Nou, bij Kuitopia dus in Utrecht, de broedplaats voor creatief talent. Opgezet door Kuitman van de Kuitman Orchestra. Hier hebben verschillende muzikanten hun oefenstudio of opnamestudio. Onder andere kan hier opgenomen worden op tape, analoge apparatuur. En er zijn een hoop synthesizers en daar gaan we vandaag allemaal mee aan de slag. Lucky is er ook bij. Hey, ik ben benieuwd wat ik allemaal weer gaan zien vandaag. Ik heb er zin in. Let's go, we gaan lekker naar binnen. Ik ben mezelf, ben dankbaar voor veel zaken. Veel bemoeien als gezien, veel leraren. Nu doe ik wat ik wil, zit niet stil aan me. Zit niet stil en zit niet stil aan me. Want sommigen willen plakken nu het beter gaat. Andere kant van de medaille wat je meemaakt. Muziek is mijn natuur, een reservaat. Gereserveerd voor deze shit en wat ik meemaak. Voel je vrij, heb plezier. We gaan leuke dingen doen. We gaan de tijd goed gebruiken. Maar met een kern van respect voor wat je ziet, voor wat iedereen doet en voor elkaar. Dat is Kuitopia. Ja. Wauw. Yeah. Gaan jullie met Pax mee? Ja. Ja? En wat denken jullie te gaan leren van Pax? Dat is heel veel. Heel veel? Heel veel. Het is die gezellig in de hockey. Gezellig gaat? Ja, lekker druk. Gezellig druk. Soundchecken. Soundchecken, ja. Dat moet ook gebeuren. Dan gaan jullie zoiets opnemen op tape. Rechtstreeks op die jongen daar zo. Op die? Ja. Moet je nou heel die tape weggooien? Branden. Oh. Wow. Is er dan nog een speciale manier voor om een DJ-foto te maken? Want het zal iets anders zijn dan een bandfoto, denk ik. Ja, sowieso, want je staat als DJ alleen op de foto. Ja. Ja. Ja, maar. Dus om hem eruit te laten springen. Ja. Hem eruit te laten springen. Nou hoor ik het dan. Zullen we weer onder de 20 hertz komen? Dan horen we tikjes en geen tand. Dus dit is de ruimte van Colin Benders? Dit is de ruimte van Colin. Ja. Dit is waar hij creëert, dit is waar hij speelt. Dit is wat ik noem de man cave. De man cave. Man. Ga je wat spelen, Lucky? Yes, man. Ja. Speciaal voor jou. Speciaal voor ons. Ja, mooi. Je hebt ze min of meer geforceerd om niet na te denken. Ja. En gewoon out of the blue iets op te schrijven en... Ja, gewoon... In 3 minuten, zonder je pen van het papier te halen, non-stop te schrijven. Je mag ook niet opkijken, nadenken, nee, gewoon alleen maar... En dan krijg je heel interessante shit. Ja. Jij noemt dat iets van blub, blub. Blah. Dus dan ontstaan eigenlijk de mooiste eigen dingen. Ja, de heerlijkste dingen. Vanuit een blah. Blah. Okay. In ieder geval, hij verandert het geluid. Ja. Want dit is voor jou wel een beetje een snoepwinkel hier, denk ik. Ja, dit? Sowieso. Ja, dit is wel jammer. Het is wel jammer, want we hebben nog ongeveer 3 kwartier en ik kan niet alles uitproberen. Staat op. Dan? Ja. Staat op. Hij staat op Facebook. Hij staat op Instagram. Hij staat op Spotify. Cool, goed gedaan, man.
Dit nummer. Holy shit. Heb je wat getaped, Jelle? Ik heb dit net volledig analoog opgenomen. Eigen nummer opgenomen. Eigen nummer. Ja. Soms kijk ik naar boven de Anelic remix. Ja, oké. Okay. Ja, te gek. Ja. En jij doet gewoon twee instrumenten tegelijk? Ja, ik ben heel multi-inzetbaar. Oh, wauw. Dat doe je dan met die linkerhand doe je de gitaar en dan doe je... Ja. Laten we in de studio zetten. Of hier, of hier. Daar. Hallo. Hey. Tricycle. Zeker. En wat vonden jullie van vandaag? Echt heel leuk. Zo leuk. We hebben net nog iets opgenomen, last minute, in de studio. Ja. Echt? Net nog? Ja. 5 minuten geleden. Ik was echt zo aan het shaken. Nieuwe song? Ja. We hebben een optreden vooraf gezegd, maar ik ben zeggen, dat was het waard. Klopt. De inspiratiedag bij Kuitopia zit er alweer op. Ik ga lekker naar huis, maar 1 december, dan zijn we er weer bij de afsluitende dag van het Popsport Nederland traject, het landelijke traject, in de basis in Nijmegen. En dit is eigenlijk een beetje een vergelijkbare plek als met Kuitopia in Utrecht, alleen dan door initiatiefnemers van de staat. En hier zullen de deelnemers van Popsport nog een eigen song gaan opnemen met videoclip erbij. Dus dat belooft wat en ook hier nu weer, hey jongens! Ook kan je weer aanmelden voor Popsport 2019. Ga dan naar www.popsport.nl. Moet je dat doen, ja? Ja, ja? Oké, okay, aanmelden, zoals die jongens zeggen. Tot de volgende. Hallo. Hallo, jongens. Hallo.